Mijn kijkers moeten het moeilijkste parcours ooit doen. Nou ja, een soort van. Ik ben namelijk een irritante stoorzender vandaag. Want mijn inventory zit vol met potions die ik op spelers ga gooien. Ben je heel goed in parcours, dan gooi ik een slowness potion op je. En ben je echt heel slecht, dan geef ik je speed of misschien een jump boost. Iedereen gaat zich in ieder geval mateloos irriteren aan mij. Maar ja, dat is pas content. Oh, en weet je de finish toch te halen? Dan krijg je 100 euro. 3, 2... 1, daar gaan ze dan. Wee. Let's go en bam. Ik gooi gelijk potion op jullie. Gelijk slowness voor een paar mensen. Die hebben gelijk pech. En dit is een heftige slowness. Deze is 20 seconden en je hebt 60% minder speed. De mensen die achteraan staan, die krijgen gelijk van mij even een... Speed, jullie krijgen van mij speed. Ja, het is een heel moeilijk parcours. Een hele moeilijke. Zo, niemand komt langs het eerste stukje. Oh, wauw. Weet je wat, ik ga de mensen die nu echt achteraan lopen, die ga ik ook even een potion geven. Alsjeblieft, je kan in één keer twee blokken springen. Dus misschien is achteraan lopen soms wel heel chill. Yo, de Sharky is de eerste die het eerste level heeft gehaald. Jesse ook. Goed bezig, jongens. Heel goed bezig. Oké, Jesse, ik maak je even iets trager. Jij gaat met veel te snel, jongen. Hier, kom op, pak aan. Ik ga jullie behoorlijk in de weg zitten, jongens. De Sharky gaat ook wel heel snel, hoor. Zo. Kijk, we gaan dan. De Sharky, alsjeblieft, jongen. Pak aan. Die is lekker traag. Oké, weet je wat? Ik geef nog even die mensen die zo traag gaan hier. Twee potions tegelijk. Swiftness en leaping. Nou moet je echt wel snel zijn. Hier, de gast die echt achteraan lopen ook. Hatsaflats. Huppakee. Ja hoor. Je wil uit die stoet komen en je wil een mooie voorsprong zien te krijgen. Zoals de Sharky hier, die volgens mij op dit moment eerste staat. Ik ga de Sharky nog een keer naar, want hij doet het alsnog te goed. Hier, alsjeblieft. Slow falling. Ik weet niet of dit dus helpt of dat dit heel nadelig is, maar hij valt nu langzaam. Ja, oké. Daar komt Toomoes. Let's go, Toomoes. Hier, alsjeblieft, jongen. Pak aan. Ik gooi gewoon lekker potions op jullie. Kijk hoe groot dit parcours is. En mensen zijn nog steeds bij level 1. Ik wil oprecht even testen of ik dit ook kan. Ik ga gewoon even kijken hoe lastig dit wel niet is. Oké, nou, het eerste stukje haal ik al gelijk. Waarom mensen hier afgaan, snap ik ook niet. Huppakee, nou kijk. Ik ga nu al lekker, maar nu wordt het lastig. Ja, kijk, je valt er nu ook al naast. Hey, jongens, dit mag snel. Kom op, ik gooi wat potions. Ja, één voor één komen ze er wel doorheen, hoor. Je ziet langzamerhand dat mensen uit het begin komen. Want ja, het begin is echt heel akelig. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga even iets... Jongens, let even op. Je kan nu nog door. Ik haal het zo meteen weer weg. Kijk, ze rennen dan. Oké, nou, ja. Zo. Sorry jongens, het spijt me. En de mensen die hier lopen, weet je wat? Jullie krijgen even wat swiftness. Jullie mogen wel weer even wat sneller lopen. Hier zit ook een mooi groepje. Is lekker bezig. Je ziet ze echt allemaal in groepjes bewegen of zo. Oh, dit is een hele moeilijke jump. De nummer 1. Gaat hij het doen? Als je nou gaat, dan ga je. Dat weet je. Ik ben benieuwd. Wacht. Laat mij eens proberen. Oh, waarom deed je het al? Waarom sprong je nou? Oh, maar hij heeft hem nog gesaved. Ik ga even kijken of dit überhaupt wel mogelijk is. Want volgens mij is dit een hele lastige... Ja, één keer. Pff, easy. Ah, Gianator. Volgens mij heb jij een beetje een trauma aan deze plek. Ja, dat dacht ik al. Nou, ik ben benieuwd, jongen. Ik ben benieuwd. Gaat hij het doen? Hij is te doen. Ik deed het net ook. Kijk, hij heeft het. Easy. Oké, nou mag je even weer rustig aan doen. Hup, even. Hup. Ik deed niks, hè. Ik deed niks. Oké, hij moet hem weer opnieuw doen. Zo, dat is irritant. Oh, Jesse. Oh, de save. Nog een keer. Daar gaat hij. Oh, dat ben je niet. Oké, Jesse, ja. Ik ben benieuwd. Je had het net al bijna. Oh, hij heeft hem. Easy. Maar kan hij deze jump halen? Ja, hoor. Nee. Als ik hem niet haal, jongens, dan weten jullie dat hij moeilijk is. Oké, hij is makkelijk. Ha, hij is makkelijk. Oké, Jesse, ik ben benieuwd. Oh my, hij valt ook! Ja, in het begin is het nog steeds zo druk. Hier, iedereen krijgt de hele tijd potions. Je hebt zo'n dikke boost nu, je kan zo'n inhaalslag maken. Jij ook, begin gewoon! Natuurlijk zijn er alweer heel veel mensen die zeggen dat hij onmogelijk is. Maar jongens, hij is getest en wel en hij is mogelijk. Die Jesse, joh, die Jesse, die is zo insane goed. Hij stond echt letterlijk weer laatste. Hij staat gewoon weer de eerste, deze guy. Zit je stiekem heksen met een hekkleintje dingetjes te doen? Ik heb je wat door, jongen. Ik ga hem dwarsbomen. Ja, hier. Hij wordt dwars geboomd. Hup. Eens even kijken waar die... Oh, hier lopen ze pas. En het is een groepje gelijk, hoor. Toen moest JVA. Dit wordt een hele spannende race. Oké, Jesse gaat hard. Jesse gaat heel hard. Jesse gaat me iets te hard zelfs. Iets te comfortabel hard. Oh, hij maakt een foutje. Nou, wat wil je ook als iemand altijd boven zijn nek loopt te hijgen met cobwebs en allemaal andere middeltjes. En de voorsprong die gaat oprecht een beetje weg. Maar hij heeft hem van jou. Daarom, Jesse, ga ik je even vastzetten hier. Even chillen. Even chillen nou. Even kijken, zitten. Oh, daar komen ze! Oh, daar komen ze! Jesse, ik zou rennen. Ja, daar komen ze hoor! Ik laat het nou weer even over aan het lot. Ja. Oh, oh. Oh,
Oh, het is Rankube met een boost. Wauw. Wauw. Rankube. Daar gaat hij. Rankube gaat wel iets te snel. En dan gaat Jesse weer. Jesse gaat hem weer voorbij. Oh, hij is eruit. Hij is eruit, dames en heren. En hij heeft nog steeds de jump boost. Oh. Ja. Sin Ghost, nu op nummer 1. Jesse heeft de leiding opgegeven. We gaan het zien, jongens. We komen steeds dichter bij het einde. We zijn al bijna bij het laatste soort van level. De laatste stage. Sin Ghost. We hebben hem nog niet gezien vandaag, maar kijk hoe snel die is. Jump na jump. Pak deze man. Hoe doet hij het? Even rustig aan, Pik. Ik heb net Jesse heel hard genaaid. Dan moet ik eigenlijk jou ook een klein beetje in de weg zitten. Hij wil het niet eens proberen. Hij is er helemaal klaar mee. Oké, weet je wat? Ik haal hem al weg. Oké, daar komt Jesse weer. We gaan het zien. Hij komt steeds dichter bij die finish, hoor. Kijk hoe snel die gaat. Dit is insane. Hoe ben jij zo snel? Ik wacht even, joh. Probeer maar een weg te zoeken, joh. Dit is zo lullig. Ondertussen komt de nummer 2, de nummer 3 komen erbij. Ja, ik zie hier achter een nummer 4 en nummer 5. Hij zegt kom op, ja, hij is er klaar mee. Ik vind het eigenlijk heel lullig, maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk. Jongens, denk maar zo. We maken... Hier, Sin Ghost. Ik zei het toch dat het mogelijk was. Oh my god. Kijk, ik haal hem nou wel weg. Anders vind ik het ook wel een beetje gemeen. Yo, dit is insane. Jesse, die gaat er gewoon van mee vandoor, jongens. Dit is toch insane. Ik wil niet heel veel druk op je leggen. Die 100 euro, die is nu enorm dichtbij. En daarom, Jesse, mag je weer even rustig aan doen. Ha! Oké. Hij viel eraf. Hij moet dat stukje opnieuw doen. En hij, daarmee staat hij niet meer helemaal van... Dat is Yorkie. Die hebben we lang niet gezien. Oh, dat is Yorkie. Oh, is dat even jammer. Even kijken hoe het met de rest gaat. Sin Ghost. JVA. Jongens, het is wel heel spannend ineens. Oh, ze hebben een jump boost. Hou de mensen met de jump boost tegen. Oh, haal ze weg met die jump boost. Haal ze weg. Wacht, wacht. Is er iemand langs geglipt? Wat? Oh my god, dit heb ik gemist. Iemand is het ontglipt. Dat is Yorkie. Wacht, hoe? Hoe heeft hij dat gedaan? Ik moet er terugkijken. Kijk, hier. Ik was iemand aan het dichtbouwen. En toen ging dat Yorkie gewoon door. Oh, wauw. Oh. Ja, hier kwam ik er dus achter dat hij Hex had. Het laadde nog net in op mijn scherm, zoals je ziet. Hij had geen potion effect en ging 2 blokjes omhoog. Ja, dat kan niet. Dat is een keiharde ban. Hebben we nummer 2? Nee, we hebben nog geen nummer 2, of wel? We hebben hier een kopgroepje, ja? Een kopgroepje van een paar mensen. Jullie gaan strijden voor de finale. Oké, 3, 2, 1. Ga je gang! Oké. Een spannende finale. En de 2 clips is er nu ook al bij. Oh. Er vallen 2, er vallen 3. Oké, daar gaat Nolan. Daar gaat Nolan. Oh, Nolan met de choke. Ape. Oh, Nolan. Oh, dit is wel spannend. De jump van 100 euro. JVA, Apple Inc. Ape Inc. Ja. Ape Inc heeft hem. Gefeliciteerd. Wat een chaotische finale, joh. Check trouwens ook even deze video. Waarin kijkers een hele stad bouwen. Doe het. Klik.